tegen het verkeer en door de Mac Drive. Drive through. Oh! Helemaal klaar mee, hier komen. Oh godkes. Audi RS6 achter een Tesla Model S P9100D weet ik het aan. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP voor morgen. Vandaag ga ik op pad met deze zieke Audi RS6. Onopvallende politie. Ja, natuurlijk heeft de politie die niet in het echte politie gaat het binnenkort doen met de opvallende Audi S6. Maar dan komt daar nog eens de R voor en die hebben wij. De RS6, mijn favoriete auto in het echt. Ja, natuurlijk ook in het spel. Zoals de meeste van jullie wel weten. Als ik geld had... ja, dan zou ik deze denk ik wel kopen, maar of juist niet. Want zoals misschien ook bij sommigen van jullie bekend is, die zich daar een beetje in verdiepen. Is het toch wel een auto die geloof ik heel veel gestolen wordt. Omdat mensen die een rampkraak willen plegen best wel graag zo'n auto hebben om weg te komen. Dat zou al een reden zijn dat ik denk als ik geen garage heb, dan ga ik die niet zomaar kopen. Voor de mensen die niet weten wat een Audi RS6 is, het is eigenlijk een Audi A6. Maar motorsnel. Dikke uitlaten. Mooi interieur. Lekker geluidje. Heeft deze niet. Oh. Nou, daar ging je Audi. Dus geloof ik als je hem een beetje goede wilt hebben. Ja, startprijs vanaf 180.000, denk ik zo. Ah ja, en hij is snel natuurlijk. Ik heb. Hij staat op FBI 2. Hij is dus niet zo snel, want FBI 2 is op zich niet een snelle auto. Ik heb daarom in de vehicle options, vehicle multiply engine, blablabla, weet ik het, ingesteld tot die eigenlijk 10% sneller is dan de gewone FBI 2. Dus als ik die op 100 zet, dan stijgen we op. Maar dat moeten we niet hebben natuurlijk, linksvrij, oké. Okay. We gaan even wat sneller maken. We gaan naar een persoon die weigert te betalen. Voor de mensen die nog niet door hadden. Dat is de eerste melding van vandaag. Ja, mensen snappen natuurlijk niet dat deze RS6 zomaar door rood rijdt. Dat snap ik. Daarom let ik extra goed op. Oh ja, sorry. Dat regelen we wel. Mijn schadeformulier. Nou, dus nu wordt de politie gebeld. En Audi RS6 met kenteken 68 NSZ. Gaat er vandoor bij een ongeval. Maar sorry, ik ben toch echt ook van de politie. Ja, die Audi's hebben en de andere dure auto's hebben allemaal die leuke snufjes. En dat maakt het denk ik, correct me if I'm wrong, maar dat maakt het denk ik ook wel wat makkelijker om met deze auto te rijden in het echt. Namelijk de bekende launch control bijvoorbeeld. Je duwt, want dat zijn allemaal automaten, dit soort auto's. Je duwt met je linkervoet vol de rem in, je duwt met je rechtervoet vol de gas in. Of ik durf niet te zeggen of het vol is, maar in ieder geval flink de gas in. En je laat in één keer met je linkervoet de rem los. Het gevolg is dus een enorme snelheid die ontstaat door weg te... je wordt dus echt gelanceerd als het ware. Ik zal het in beeld laten komen. Ik weet niet of ik copyright krijg. Krijg ik copyright dan zien jullie het niet. Krijg ik geen copyright tijdens het uploaden dan zien jullie het nu in beeld. Goed, ik weet dus nog steeds niet. Maar hopelijk... Oh, sorry. We gaan... Oh, ik ga er vandoor. Oké, we waren iets te langzaam. Ik ga erachteraan. Tegen het verkeer en door de Mac Drive. Drive through. Oeh ja, hier komen we niet echt op. Hé, hey, staan blijven. Pannenkoek. Hier komen. Oh, zeg, de vonk te voet. Mevrouw lijkt dronken. Geen energie erbij nodig. We hebben het zelf onder controle. Verdachte aangehouden. Goed. Ik ben aangehouden. Op basis van. Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja, ze weigeren te betalen. Niet meewerken, politieonderzoek, weet ik het. Ik geloof. Ze gaat er in ieder geval om door. Misschien mochten we alleen staande houden.
Maar bij deze ben ik aangehouden. Wat gaat daar? Dat is verhoord. Wij beschadigden ook even heel mooi onze deur. Maar ja, launch control, anders even opzoeken. Autotop NL, sowieso. Shoutout naar hun. Die Nederlanders, logisch met NL, pakken allemaal dure auto's en gaan er van allerlei coole dingen mee doen. Reviews. Ik ga even de achter ingedrukt houden. En nog allemaal dingen. Ja, dus ook met de Audi RS6 meerdere filmpjes waar ze gewoon bruut weggaan. Maar wat een auto, echt mijn favoriet. En ik denk van velen. Dan heb je natuurlijk ook de BMW M4, 5, 6. Daar heb ik me allemaal niet zo in verdiept. Dus die bestaan ook allemaal. Dat zijn ook heel veel auto's waar mensen fan van zijn. Dan heb je nog de Mercedes AMG. Geloof ik dat dat ook een beetje de concurrent hiervan is. En natuurlijk de Tesla Model S P100D. Die al die auto's eruit rijdt. En dat zweer ik je. Ik heb daar ook een filmpje van gezien. Mocht ik allemaal copyright krijgen. Kijk even in de beschrijving, daar staat twee linkjes van filmpjes. Eén waar de Tesla gewoon even alle Audi en Mercedes en BMW inmaakt. En de andere de launch control. Maar hopelijk kan ik een heel klein stukje van de launch control wel laten zien zonder dat ik copyright krijg. Met uiteraard een bronvermelding. Goed, wij hebben de eerste melding afgerond. Wij gaan dus lekker met vervolg. Of ik eigenlijk. Ik ga eens even kijken wat die auto hier uitspookt. Oh kat, oh sorry kat. Rijdt namelijk best snel. Gevaarlijk inhalen hier, kan allemaal. Die denkt gewoon, er is een racende RS6 achter mij. Nou, knipperlicht naar links, gaat toch rechtdoor. Oké, ja, we hebben officieel voorrang. Ik wil rechtsop en ondertussen kijk even stiekem. Hoi. Niks te zien. Met ze rijden wel heel raar rijgedrag hoor. Stop, politie en blauw. Een bericht voor alle wagens. Oké, we hebben hier een voertuig dat wordt gestolen. En dat moet je niet doen met een Audi RS6 van de politie in de buurt. Ah, sorry heren. Ja, net een stop tegengegeven, nu vol op zich geknald. Shit, nou die wordt gestolen. Ik ga er vandoor. Zeg, de volging. Ah, oké. Dat is wel een nadeel van die vehicle engine multiplier of zoiets. Het is moeilijk om je voertuig onder controle te houden. Wel duidelijk sneller, is ook logisch. Nou, daar gaat je hele Audi RS6. Waar ben je nou? Dat gaan we niet doen, hè vriend. Hoi, even uitstappen vriend. Stoppen. Beide, uitstappen. Uitstappen. Jij ook. Oh, sla mijn eigen auto kapot. Uitstappen. Nou, kan. Uitstappen, kom, hup. Goed. Oh, holy shit, collega, dankjewel. Collega, dankjewel. Collega, dankjewel. Zo. En ze rent weg. Maar toch bedankt. Want als zij dat eerste schot niet had gelost, had ik 3 kogels in me gekregen, denk ik.
Zagen jullie dat? Hier zo door het raam. Oh shit, jij blijft staan. LSPD. Ik heb met mij mee. Goed, je bent bij deze ook verdacht van diefstal van een voertuig. Niet de antwoord verplicht. Je bent bij deze aangehouden. Rechter of advocaat, heb je die? Mooi, dan mag je die op het bureau gaan raadplegen. En wij gaan een transportje voor je vragen. Een takelwagen en een lijkschouwer. Nou, de Duitse politie heeft er nog in zitten blijkbaar. Hoi, 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 even lekker druk hier. Mijn collega was blijkbaar zo geschrokken dat ze weg is gerend en niet meer terug is gekomen. Een bericht voor alle wagen. Oh nee. Goed, ik ga die niet aannemen, maar ik kan hem niet weigeren. Denk om je eigen veiligheid. Ja, dus ik zie jullie zo meteen. Ik moet alleen niet over het lijk heen rijden. Zo, melding afgerond. Of ja, niet afgerond, gewoon genegeerd. Maar ik moest er even langs rijden. Ik werd beschoten van 400 kanten. En vervolgens stopt mijn auto ermee. Zo doet hij het wel. Maar hij heeft een afwijking naar links, zo te zien. Goed. Goed, wij gaan over op controller. Nee, even een afwijking naar links. Zie je? Nou, ik ga hier maar even staan en even oplossen. Tot zo. Zo zijn we weer. Waar was ik? Ja, ik moest er even langs rijden. 400 kanten werd ik beschoten en ja, dan kun je weer door. Maar die taco call-outs kun je niet cancelen. Of een nieuwe starten. Maar het maakt allemaal niks uit. Krijgen we een mogelijke gestolen fiets. Oh god, ik is... Oh. Gestolen fiets. Moeten we ermee, hè? Oh, for fuck's sake. Inderdaad. Hallo, stop eens even. Hier spreekt de politie. Stop uw voertuig onmiddellijk. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig op de vluchtstrook. Gewoon wachten tot ze van de fiets valt of zo. Jongen, jongen, jongen. Helemaal klaar mee. Hier komen. Beetje boos nu. Staan blijven. Je lijkt me geen vrouw om te vluchten voor de politie. Toch ben je het aan het doen. Ik pak mijn vuurwapen. Die leg ik terug. Ik gebruik de fiets als vervoersmiddel en wij gaan achter een mevrouw aan die er vandoor gaat voor mij. En we gaan even wat sneller maken. Kiekeboe! Oh, oh, veel te snel. Oh, een prullenbak. Hallo, kiekeboe. Stop eens hier. Oh, oh. Goed, even luisteren mevrouw. Pikmans. Trengeling. Oh, jongen, jongen. Staan blijven. En we staan. Goed zo, ik ben aangehouden voor diefstal van de fiets. Niet verantwoord voor pleegrecht. Een advocaat heeft u die? Nee, oké, okay, dan krijgt u er eentje toegewezen als u dat zou willen. En we gaan door. Een bericht voor alle wagen. Fiets gaat mee in de T6. Achterinnetjes. En dat is dan mijn mooie RS6. Ja, daar gaan we ook heen. Prio 1 naar een assistentiecollega. Een soort van andere dan de bekende assistentiecollega, namelijk de spoedassistentie, help. Nee, dat niet. Nu heeft hij gewoon één collegaatje erbij nodig. En wie is dat nou beter dan Wim in zijn Audi RS6? Spoedassistentie. Oh, godkes.
Wapenval nu. Onmiddellijk. Wacht even. Ik weet niet of ze mee gaat werken. Ik weet niet of ze mee gaat werken. Ik weet niet of ze mee gaat werken. Uitstap. Goed zo. Keurig. Hier komen. Collega's, rustig blijven. Rustig, collega's. Iedereen rustig. Alles onder controle. Alles onder controle. Ik vind wel mooi hoe ze dat enorm grote wapen in de handtasje heeft weten te verbergen. Nogmaals. Ik had het niet onder controle. Maar zo te zien leeft iedereen nog. Mijn collega leeft nog, ook al heb ik hem net vol aangereden. Mijn vrouw leeft nog, ook al heb ik haar net aangereden en neergeschoten. En hij heeft wel zijn petje verloren. Sorry, heb ik. Hoppa, weer een T6 voor het transportje. Ciao. Goed, dan maar door. Alsof er niks is allemaal. Oeh, Tesla. Oeh, die kan wel eens van mij verliezen. Maar hij heeft geen kenteken voor. Of daar kan ik wel eens van verliezen, sorry. Maar hij heeft nogmaals geen kenteken voor. Dus daar wil ik hem wel even op aanspreken, op zijn minst. Mike, krijg even een stopje voor van mij. Namelijk via deze weg. Heeft hij oranje? Dat is hij niet, hè? En verder. Ik heb alleen blauw een keer aangezet. Voor de rest nog niks. Oh, oké, dit gaat leuk worden. Kom op. Audi RS6 achter een Tesla Model S P9100D weet ik het aan. Oh, dikke drift. Kom hier. Geef het nu al op. Kom dan. Ik vind het wel leuk worden. Ik hoop politie achter mij. Ja, een Volvo. Assisteert mij. Maar wij zijn toch echt snel op ik. Doei. Hoge snelheden. Even remmen. Goed zo. Maar we zijn toch duidelijk veel sneller. We gaan mee. Hierop. Oh, hij trekt wel. Goed op hoor. We gaan tegen het verkeer in richting vliegveld. Goed, klaar nu. Speelkwartier is voorbij. Stoppen. Hij gaat niet stoppen. Dan gaan wij mee. Achteruit. En vooruit. Goed, tegen het verkeer in. Richting de aankomsthal. Niet erg handig dit. Misschien wordt het zelfs gezien als een dreiging. We zijn een beetje klaar mee. Oh, klem zitten. Klem. Goed, even staan blijven, beide. Hier komen. Stop. Kom, gewoon even stoppen. Ik heb blijkbaar tijdens het ongeluk de toeter... staan blijven. Hier komen. Goed zo, pannenkoek. Ben aangehouden. Meewerken voor de taste. Waar is die Tesla in, joh? Een transportje IB. Mevrouw gaat ook even mee. Hoi, staan blijven. Rustig. Staan blijven. Hier zo. Kom maar. Je bent ook aangehouden. Ik ga ook even naar het bureau. Goed, hey, wij gaan nog één meldingje doen. En dat is mooi geweest. En dat wordt een spoedassistentie van een collega op het vliegveld. Nee, dat gaan we niet doen. Wat het is, jullie alvast, voordat jullie allemaal
afsluiten en stoppen met kijken. Jullie hoeven nu niet in de niet, dus niet in de reactie, oh wacht even, in de reacties te gaan zeggen, wil je de volgende keer met een Tesla, wil je de volgende keer met een Aston Martin, wil je de volgende keer met een Mercedes, AMG, wat de fuck is dit, C63S, weet ik het, ik ken Mercedes niet hoor. Hey, dat hoeft niet, want leuk en aardig, want de RS6 is er een politiestijl, maar er is niet zomaar een Mercedes C63S AMG, ik weet niet of dat, of die bestaat nogmaals, is er niet zomaar, dus het moet wel kunnen. Aston Martin politie kan me ook allemaal niet voorstellen. En het grootste is dat ik de RS6 gaaf vind. En ook op zich niet heel raar vind als politieauto. Kijk, als jij een onopvallende politieauto en dan een dikke Ferrari, ja, dat is dik onlogisch. RS6 is ook dik onlogisch, maar het had ook gewoon een A6 kunnen zijn, snap je? Dus dat vind ik al minder. Hier een bericht voor alle wagens, een bericht voor dus, alle wagens. Ja. Het AT is onderweg. Dat. Nee, daar gaan we niet heen. Dat is gewoon een volledige... Dat is die melding waar we toen één hele aflevering aan hebben kunnen besteden. Namelijk waar we 20 keer dood gingen. En ja, die hele, dat winkelcentrumpje daar, wat werd aangevallen naast het politiebureau. Goed zo. Die kunnen we wel even. Het zijn hier al leuke meldingen. Maar we hebben nu nog een prio 1. Vrij is het. De laatste prio 1 van vandaag dus. Zou iets op straat liggen. Meestal altijd onzin. Een kleine band of zo. Of een doos. Maar zeker geen prio 1 waardig. Maar je weet het nooit. Status zal ik zo invoeren. Ik geloof dat ze gewoon om waren gedraaid of het er al waren. Voordat ik niet reageer en allemaal collega's naar me toe krijg gestuurd omdat ik niet reageer, heb ik maar even snel gereageerd. Maar dan maakt er niks uit. Remmen, want hier zou ergens iets op straat moeten liggen wat echt prio 1 waardig was. Jezus Christus man, dadelijk was iemand overleden door een lege... Oh nee, wacht, dat is niet leeg. Oké, dat was redelijk gevaarlijk. Hoppakee, nul. Hey, we zijn er klaar mee. Ik ga iedereen bedanken en ik drop hier op dit bureau de RS6. Het bureau is naar links. En ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. Vond je het leuk? Vond je de RS6 een super gave wagen? Net zoals ik, laat het even in de reacties weten. Shoutout naar Team Emma. Laat even de waardering weten aan hem ook. Dat je in mijn video... nee, het hoeft helemaal niet trouwens. Hey, tot de volgende. Doei!